Het Watersnoodmuseum verhuist naar buiten. Althans, een klein stukje van het museum. Dat kan door geld van het Kickstart Cultuurfonds. Dat speciaal is opgericht om musea coronaproof te maken. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Want het museum zelf moet nog gesloten blijven. Dus dat we nu de mensen toch iets kunnen laten zien vanuit het museum. Communicatie tijdens en na de ramp. Ja, daar zijn we heel blij mee. Er komen 15 billboards, grote billboards op betonnen voeten met aan beide kanten een foto. Impressies van communicatiemomenten in 1953, maar ook tijdens rampen anno nu. Dus New Orleans, Sint Maarten, dat soort rampen. Ja, we zien eigenlijk nog niks, hè? De dijk is nog helemaal leeg. Dinsdag moet het open gaan. Komt het allemaal wel goed? Het komt allemaal goed. Maandagmorgen vroeg komt hier een grote vrachtwagen en die gaat die 15 billboards neerzetten. En die staan er dan de komende maanden voor publiek om te bekijken. Wandelaars, fietsers, passanten, ze zijn allemaal van harte welkom. In ieder geval, zolang de deuren nog gesloten zijn, zijn wij hier heel erg blij mee.